vond vandaag ook met Emmen een top 5 ploeg, vind ik. Hè. Er komt Anko Jansen erbij. Ja, het is echt een ploeg die gaat meedraaien. En als je ziet hoe we de eerste helft speelden, dat was genieten. Alleen we hebben nog geen punten, maar het is wel iets waar we heen willen. En dat we de mensen van maken en dat het leuk is om te zien. Dat we direct zijn naar de goal. En hadden in de voorrust nog wel een paar bijgekund, een paar doelpunten. En dat hebben we steeds al, want we krijgen heel veel kansen. We moeten gewoon heel positief zijn over de eerste helft. Ook niet te positief om niet te gaan zweven, maar wel met beide benen op de grond. En die lijn en het gevoel van de eerste helft doortrekken. Ja, dan is er een nieuwe keeper gekomen, Etemadi is erbij. Hoe heb jij die concurrentiestrijd gezien in de voorbereiding? Ja, heel goed eigenlijk. Ja, ik ervaar het niet als een concurrentie. Ik zie het meer als dat we elkaar beter moeten gaan maken. Tuurlijk, concurrentie dat is een wereld, woord die er valt. Maar uiteindelijk is het gezonde strijd en de beste moet gaan spelen. En uiteindelijk door de concurrentie, zoals je dat mooi noemt, word je alleen maar beter. In hoeverre was deze opstelling nou de basisopstelling voor komende week? Nou, dat is grotendeels wel de basis. Hey, de keeper moet ik nog duidelijk maken. Die hebben allebei evenveel wedstrijden gekiept. Dat heb ik al in mijn kop zitten. Nou, achterin stond de val mee goed. Jordi, Tatorima en Elvio kunnen nog concurreren. Maar ik hou ook wel van om op de ene kant met gewoon een diepgaande die breed speelt. En aan de andere kant ook een die en naar binnen kan en naar buiten. Want Jordi is rechts en linksbenig. Iets meer linksbenig, maar kan ook gewoon rechts. Dus dat is wel verrassend vaak. Maar ik vond het middenveld uitstekend. Fabian, geniaal. Hele goede, geniale dingen. Dat wil ik ook graag zien. Nou, de spitsen, als dat wat op elkaar afstemt. Hè, en Sjoerd komt er ook nog bij in scherpte. Ja, dan hebben we een goede ploeg. Ben jij de beste op dit moment? De keuze ligt aan de trainer. Ik geef hele politieke antwoord. Daar hou ik niet echt van. Maar uiteindelijk trainer gaat beslissen. En dinsdag gaat hij finale beslissing maken. En de keuze ligt aan hem.